Vandaag zijn alle ambassadeurs aanwezig van het Bankgiro Loterij Theaterweekend. Op 15, 16 en 17 januari 2016 is er een speciaal weekend dat je voor maar 10 euro naar het theater kan. Vandaag zijn alle ambassadeurs aanwezig omdat er een fotoshoot is. Er wordt een commercial opgenomen en een radiocommercial. En ik heb even kort met alle ambassadeurs gesproken omdat ik wel heel erg benieuwd ben hoe hun eerste ervaring was in het theater. André, wat kan jij je nog herinneren van je eerste keer theater? Mijn eerste keer theater. Volgens mij was dat misschien wel Homezeeuwen Huis of zo. Dat kan je ook theater noemen. Maar wel als kind, dus je was er heel vroeg bij. Ja, als kind kwam ik wel eens in theater. Dat vond ik altijd wel boeiend. Omdat het ineens echt gebeurde. En niet op een plat scherm was of zo. 50 theaters door heel Nederland hebben dit weekend open huis. Ga naar een voorstelling voor maar 10 euro. Ga naar theaterweekend.nl. Toen was ik 12. En woonde ik in Berlijn, West-Berlijn toen nog. En toen gingen we naar Porgy en Bess. Eigenlijk de opera. Ja. En dat vond ik helemaal te gek. Maar de eerste ervaring was denk ik dat ik naar mijn grote zus ging kijken die daar op de planken stond in het theater. Eerder, toen ik jong was, ben ik ooit een keer in het theater geweest. En dat was met school, een schoolmusical. En daar speelden andere kinderen uit de klasse speelden daar een stukje in. En dat was eigenlijk voor mij mijn eerste grote theatermoment eigenlijk. Hoe belangrijk is het om vanaf jongs af aan al dat theater mee te maken? Nou, als ik gewoon even naar mezelf kijk, is dat natuurlijk een stukje ook een ondergeschoven kindje geweest. En goed, als ik nu jaren later zelf in het theater sta, ook heel veel producties al heb mogen zien, vind ik het ook echt een verrijking om ook je kinderen dat ook te laten zien. En ook te laten ervaren hoe dat nou is om mooie dingen te beleven op het podium. Dat is ook heel anders. En hoe is het om ambassadeur te zijn van dit theaterweekend? Ik doe het heel erg graag, omdat als je eenmaal naar het theater bent geweest en je hebt iets moois gezien, dan wil je steeds weer terugkomen. Dan snap je ook waarom het belangrijk is dat we geld uitgeven aan theater. Niet alleen als persoon, maar ook om mensen de gelegenheid te geven om voorstellingen te maken die wat meer geld nodig hebben om daar te komen. Het is voor veel mensen een grote stap om het theater in te gaan. Maar als je dat één keer gedaan hebt, zoals met veel dingen, hè, dat moet gewoon de eerste keer moet dat gebeuren als je er nooit bent geweest. Je maakt het op dat moment mee, het wordt op dat moment gemaakt. Ja. Het is alleen voor dat moment. Ja. En dat maakt het zo ontzettend speciaal. Nou, voor mensen waarvoor dat nieuw is, is het een heel leuk weekend, omdat je ook achter het scherm mag kijken. Er worden backstage tours georganiseerd. Er zijn theaters waar je kan blijven slapen. Dus er wordt een soort festivalsfeer gecreëerd in het theater. En dan is het de bedoeling dat bijvoorbeeld de Frans Bauer fans ook eens een kijkje gaan nemen bij bijvoorbeeld de musical. Of het toneelstuk van iemand die in een bepaald theater speelt. Theater is leven, is vrijheid, is echt het leven. En gaan we jou ooit in een musical zien, Frans? Nou, ik ben nog niet gevraagd, maar wat voor rol zou jij bij mij zien? Nou, ik zou jou wel in een nou, wel iets met, iets... Burgondisch. Nou, iets Burgondisch, iets grappigs. Iets grappigs? Ja. Mocht je, Albert, een artiest nodig hebben die een beetje een Burgondische uitstraling heeft, of waar je denkt van, nou, die heeft een bepaalde eigenschap, die heeft Frans ook, met de looks of weet ik veel wat. Je weet me te vinden, hè?